Ja, we zijn dus nu onderweg naar Sevi. Warming up heb ik al gedaan, schemerschermers meegenomen. Echt, het wordt een competitieve strijd. Dus we gaan het allemaal meemaken zo meteen. We gaan zo eerst even lekker lunchen. Dus het gaat een topdag worden. Aangekomen golf aan Sevi. We gaan zo naar binnen. Hopen dat we gelijk kunnen beginnen dadelijk, want we zijn gretig hoor. We begonnen met de lunch. Achter ons zitten de meeste deelnemers. We horen al dat de messen geslepen zijn. Dus het gaat een spannend potje worden. Dan wens ik iedereen in elk geval een hele fijne middag. En veel plezier met elkaar. Dank jullie wel. De eerste bal is afgetrapt. We zijn begonnen. Spannend. De concurrentie is groot. Door, we komen net bij de drijfrace vandaan. Het is wat moeilijker dan gedacht helaas. Maar we houden wel vol natuurlijk. Misschien ook dadelijk nog wat tips krijgen van de trainer. Je weet het niet. Kijk, kijk! Ja hoor. Ongelooflijk. Ja hoor. Hoe doet Luigi het tot nu toe? Is hij beter in penalty stappen of is dit wat meer zijn ding? Nou, hij is wel beter dan penalty's. Penalty's is wel beter? Dat is wel beter. Het is niet om over een huis te schrijven, dat kan er wel. Dit is ook niet heel slecht, maar het kan wel beter, ja. Ja, gaat ie hoor. Oh, oh. De scores worden, zoals jullie nu kunnen zien, worden nu de scores geteld. Ja, wie heeft het gewonnen? Dit zijn de winnaars van vandaag. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, hoe reageren jullie op de geruchten dat er vals gespeeld is? Er is ons niks van bekend. Er is niks van bekend. Een onafhankelijke teller, Lorenzo Benet. Nou, ik ben gewoon oprecht kwaad hier over deze keer. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik denk dat degene die meest heeft betaald heeft gewonnen. Ja, zo werkt dat hier. Ja, dat is zo. Maar dat voel je reactie. Kan jij, joh. Hoor je alles goed of niet? Ja, dat denk ik wel. Ik hoor alles prima. En ik heb alles ook heel goed gezien. Ja, kijk. Dat is goed. Erbij. Oké.